Ja, Güler Turan van de SPA zit intussen bij mij. Dag mevrouw Turan. Nu, gevraagd naar zijn reactie, heeft de minister-president zijn verontwaardiging geuit. Hij zegt ook, ik ga de Amerikaanse zaakgelastigde zien om het te hebben over die scheiding van migrantenouders en kinderen in de VS. Bent u dan tevreden met zijn antwoord? Ik ben zeer tevreden, want ik heb van minister Bourgeois vandaag een uitdrukkelijke veroordeling gekregen van die feiten. Ik heb ook gezegd, er is een rode lijn die je niet mag overschrijden. Dat zijn mensenrechten, maar zeker als het gaat over kinderrechten. Mm-hmm. Kinderen, daar blijf je van af. Ongeacht het feit of dat die ouders, welke statuut dat die ook hebben, legaal, illegaal, kinderen scheiden van ouders, in kooien vastzetten in oude warenhuizen, op de grond laten slapen met folies erover, dat is traumatiserend, dat is foltering. En zoals collega Daams het ook heeft gezegd, dat zijn bestialiteiten die we niet kunnen toelaten. En dat heeft de Vlaamse regering bij deze dan veroordeeld. Ik ben daar zeer tevreden van dat alle democratische partijen die veroordeling mee hebben ondersteund. Ja, nu de minister-president wil in dat onderhoud met die Amerikaanse zaakgelastigden ook nog een aantal andere thema's aansnijden. Nu, ik vraag me dan af, dreigt dat die boodschap over die migrantenouders en hun kinderen niet te laten verwateren? Want dan is het één van de thema's, maar niet het gespreksonderwerp. Dat is ook de reden waarom ik daar zelf op ben teruggekomen. Ik ben heel tevreden dat hem die zakenlastige tot bij hem gaat laten komen. Maar het wordt niet het gespreksonderwerp, het zal één van de thema's zijn. En hij heeft wel beloofd om het prioritair op de agenda te zetten, om die veroordeling over te maken namens de Vlaamse regering en namens de democratische politieke partijen van het Vlaams parlement. Dus ik reken daarop dat dat ook gebeurt en via de media zullen we dat ook wel meegeven. Inderdaad, het is geen business. En dan mag je gerust nog over een aantal andere zaken praten. Dan mag je gerust, maar wat heel belangrijk is, dat we moeten doorgeven. De boodschap moet echt doorkomen. Over handelsrelaties gaan wij niet beginnen praten als daar kinderrechten op zo'n grote schaal, op zo'n dramatische manier worden geschonden. Dat is een rode lijn die wij niet aanvaarden, dat die wordt overschreden. Door welk land dan ook. Ja, om het iets wat scherp te formuleren, denkt u dat ze in het Witte Huis wakker liggen van een veroordeling van 6 miljoen Vlamingen? Als ook andere landen die veroordelingen meegaan beginnen uiten. En wij zijn allemaal handelspartners, wij zijn allemaal toeristen in dat land en wij beginnen daar gevolgen aan te geven, dan zal hem het voelen. Maar ik denk dat hem het sneller zal voelen, want ook mevrouw Trump, Melania Trump, heeft zich daar overal uitgesproken. En ook in zijn eigen politieke partij, bij de Republikeinen en ook bij de Democraten in Amerika, begint er wel veel te beroeren. En ook heel veel mensen maken zich klaar om op straat te komen. Het is niet de eerste keer. Hij is begonnen met scherpe uitlatingen. Dan is hem overgegaan tot daden, namelijk weigeren van visa voor mensen uit bepaalde landen, wat echt discriminatoire was. En nu gaat hem een stap verder en gaat hem fysiek kinderen en ouders scheiden van migrantenouders. Ja. Een goede zaak dat Rick Daems van Open VLD naar de Raad van Europa brengt. Zeer goed. Ja. Het siert hem en ik vind het heel goed. En wij vanuit de SPA-fractie zullen hem daar 100% in steunen. Oké. Okay. Nu, artikel 9 van het VN-verdrag, dat voorziet in de rechten van het kind. Daarvan heeft de minister-president gezegd, jammer, maar de VS, die hebben dat verdrag niet ondertekend. U bent jurist. Ziet u nog andere mogelijkheden? Er zijn inderdaad, Verenigde Staten is het enige land van alle Verenigde Naties landen die het VN-kinderrechtenverdrag apart niet hebben ondertekend. Maar Verenigde Naties hebben wel een mensenrechtenverdrag mee ondertekend. En er zijn inderdaad, naast die verdragen, zijn er ook andere relaties die aan bod zijn. Uiteraard is er veel mogelijk. Hè. U kunt een juridische veroordeling uitspreken, maar wij zijn geen rechters, wij zijn politiekers. Mm-hmm. En wij moeten een politieke veroordeling uitspreken. En dat kan Geert Bourgeois elk moment doen, wanneer dat hem opgelieft. U heeft het over die mensenrechten uitgerekend vandaag. Horen we dat de VS zich ook terugtrekken uit die VN-Mensenrechtenraad. Allemaal niet toevallig dat dit samenloopt? Ja, inderdaad. Dat was ook een ander aspect van mijn vraag vandaag aan minister Bourgeois. Er zijn twee gebeurtenissen op korte tijd. En dat is zeker geen goede zaak. Het feit dat de Verenigde Staten kritiek heeft op die VN-raad en dat die moet hervormd worden, daar wil ik mij zelfs nog niet over uitspreken. Daar kunnen ze nog gelijk in hebben. Maar dan blijf je daarbij. Dan blijf je bij die het heeft een heel belangrijk signaal om de mensenrechten schendingen aan te kaarten over heel de wereld. Dus ik vind dat eigenlijk zeer ongepast om op deze manier hun protest te laten blijken. Ik hoop dat men op zeer korte termijn terug in speaking terms gaat zijn en dat we Verenigde Staten mee aan boord gaan halen van de Verenigde Raad.
Naties Mensenrechtenraad een heel belangrijke rol te spelen in heel de wereld. Oké, dat is duidelijk. Bedankt voor dit interview. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld. Die kan u zaterdag vanaf 6 uur bekijken. Vragen onder meer over euthanasie in woonzorgcentra en ook een pak vragen over cultureel erfgoed. Bedankt om bij ons te zijn.